komt er nou uit? Het is lang. Ja, gaat goed, meneer. Ja, goed. Ja, kantelen. Ja, 3, 4, 5. Grote brandweeroefening. Wat kunt u over deze oefening vertellen? Ja, we hebben 6 oefeningen uitgezet en voor de clusters Hogeland en Westerkwartier van de Veiligheidsregio Groningen. En dat houdt in dat we hier per dag 6 groepen komen te oefenen. En zo gaan we tot en met vrijdag door. Wat voor onderdelen worden er geoefend? Nou, de thema's hebben we brandbestrijding, technische hulpverlening en ongeval met gevaarlijke stoffen. En die thema's die behandelen we hier en daar worden onze manschappen en bevelvoerders voor getraind, zeg maar. Uit welke korpsen bestaat het cluster? Ja, we hebben 2 clusters, het Hogeland en Westerkwartier. En dat de korpsen zijn Leek, Marum, Zuidhorn, Grootegast, Oldehoven en Grijpskerk. En van het Hoge Land zijn dat Weeën den Hoorn, Zoutkamp, Baflo, Winsum, Ten Boer en Bedum. Oké, en de nieuwe veiligheidsregio bestaat uit nieuwe clusters. Hoeveel clusters zijn er? Ja, totaal is de veiligheidsregio Groningen bestaat uit 8 clusters. Met ontmanteling van 2 semi-scherpe mortiergranaten. Er ligt eentje hier binnen. Er zijn nog 2 van mijn mensen bezig. Er staat er eentje nog bij die tankstaan. Je ziet hem daar wel staan, dat gele kapje. Dat betekent dat is een semi-scherp, zeggen we. Wel een bepaalde ontploffende lading, maar niet gigantisch. Dus het valt allemaal een beetje mee. Het zijn van die krombaan geschud dingen. Die schiet je zo met een boogje ergens overheen. Komt hij bij de vijand neer, plof, vijand dood. Nou, daar gaan we door. Kom, snel! Hé, hey, kunnen jullie helpen aan, want dat gaat hier helemaal niet goed. Nee, Klaas, gaat er, weet ik veel wat, die is er nog binnen. Ja. Dat verdikken, dan denk je, boem. Het is al ontploft, hè? Even uitkijken, jongens, of er ook in verband met instorting. Ja, hier ligt iemand onder puin. Hoeveel mensen doen er aan de oefening mee? Nou, totaal verwachten we hier deze week dat er ongeveer 160 vrijwilligers langskomen om te oefenen. En daarnaast hebben we ongeveer een twintigtal oefenleiders al met al per dag uit de hele veiligheidsregio Groningen. Werken jullie ook met echte lotusslachtoffers? Ja, we hebben ook een lotusgroep hierbij die de slachtofferrol spelen. En op elke stand is eigenlijk wel 1 lotus actief om zo goed mogelijk tegenspel te bieden. Jukstof. Ja? Ja. Ja, oké, onderstoppen. Klaar? Dit is klaar. Hier, daar staan we dan al. Hey. Gaan we doen? Ja, hij geeft flikkert net al bijna af. Mag je als eerste nog? Er staat nog een ding. Omhoog zetten met die kussens. Deze, hij is nu op. Hij is dood. Nee. Oh, ja. Loopt er heel kam. Oh, dit is hier. Ah, alsjeblieft, help. Zou ik niet doen? Ik maak die naam. Nee. En dan? Ik ben in principe nog weer onze fotograaf. Voor. Wat kunt u vertellen over deze locatie? Ja, dit is het militaire oefendorp hier in Maardenwaard. En wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij hier mogen oefenen. En in de onderhoudsweek van Defensie. En daar maken we graag gebruik van. En daar zijn we ook zeer blij mee, want we kunnen hier echt een hele hoop scenario's gaan beoefenen.
krijgt van u doet. Dat ik mee laat een uitdruk genomen. Ja, waterwinning, dat scheelt 10 meter voor het pand, zou een brandkraan zijn. En 200 meter open water. Zit vast. Okay, zit vast. Twee luiken, ja. Met slot erop. Ja. En aan de achterkant zit een laag luikje. Ja. Hier hebben we een luik. En daar komt er ook uit. Een beetje vuurwerk heb je daar. Ja. Oké. Okay. Paar doosjes, zulke doosjes of zulke doosjes? Gewoon kleine doosjes. Kleine doosjes. Kleine en dan doosjes met name knalvuurwerk of ook siervuurwerk? Wat heb je er allemaal? Nee, knalvuurwerk. Oké. Okay. Knalvuurwerk. Illegaal of netjes gekocht en niet gebruikt? Nee, illegaal. Oké. Okay. Ja, dit was het. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8.